Na de zenuwslopende confrontatie tegen PAOK Saloniki moet Ajax nog één obstakel overwinnen om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League. Apoel Nicosia is dinsdag en volgende week woensdag de opponent in de play-offs. De kampioen van Cyprus kreeg in het seizoen 2011-2012 voor elkaar wat Ajax vorig jaar lukte. Stunten in de Champions League. In tegenstelling tot de Amsterdammers moest Apoel wel het hoofd buigen voor Real Madrid. In het seizoen 2014-2015 namen beide teams het al eens tegen elkaar op in de groepsfase van de Champions League. Op Cyprus werd het 1-1 en in de arena triomfeerde Ajax met 4-0, dankzij onder meer twee treffers van Lasse Schöne. De ploeg van Erik ten Hag probeert op Cyprus een extreem sterke uitreeks voor te zetten. Ajax bleef immers ongeslagen in zijn laatste 10 Europese uitduels. Van Sturm Graz tot Real Madrid en van Dynamo Kiev tot Juventus. Altijd sleepten de Amsterdammers minimaal een gelijkspel uit het vuur. Ajax aast op zijn 15e deelname aan het hoofdtoernooi van de Champions League, waarmee het op één optreden van PSV zou komen te staan. Desondanks staan de Amsterdammers hoger op de eeuwige ranglijst van het toernooi, namelijk 15e, waar PSV de nummer 22 is. Apoel bezet plek 67. Tijdens deze play-offs zal gebruik worden gemaakt van de VAR. Logisch, want er staat nogal wat op het spel. Natuurlijk in sportief opzicht, maar zeker ook financieel. Alleen het meedoen aan de groepsfase levert Ajax al zo'n 40 miljoen euro op. En uiteraard zijn de UEFA-punten voor de coëfficiëntenlijst ook van harte welkom. Bij een Champions League-kwalificatie verdient Ajax in één klap 4 punten en kan de jacht op Oostenrijk worden ingezet.